Beste Rolf, ik kijk graag televisie, vooral sportprogramma's. Vind ik helemaal top. Wat ik me nu altijd afvraag is het volgende. Ik zie steeds opnieuw records verbeteren bij het schaatsen en hardlopen. Ook zie ik krachtpatsers in wedstrijden steeds zwaardere gewichten optillen enzovoort. Lopen we nu ooit eens tegen een grens aan? Oftewel, hoe sterk kan een mens worden? Dat gaan we vragen, onder andere aan dokter Jo de Ruiter. Je bent verbonden aan de VU in Amsterdam. Faculteit Bewegingswetenschappen. Bewegingswetenschap, en u weet alles van spieren. Nou, iedereen heeft ze, dat weten we in ieder geval. En we hebben er nogal wat. Ja. Er zijn 256 verschillende namen aangegeven. Ja. Als we het hebben over de spieren waarmee we bewegen. Ja. Onze ingewanden hebben ook, er zitten ook allerlei spieren omheen, die tellen we dan niet mee. Ja. En zoals je hier kan zien, verschillen ze nogal van vorm. En de vorm is eigenlijk aangepast aan de functie. Zo zijn de beenspieren, die zijn lang en dik. Ja. En de spieren rond onze ogen. Zijn? Rond en klein. Ja. Maar dan zie ik hier een model liggen van een arm. Ja. We kennen allemaal natuurlijk het krachttrainen, toestand en zo. Het is heel onsmakelijk om te zien, maar het is van kunststof. Het is een plastic model, ja. Dus eigenlijk mijn arm... Oh, ik hoop niet dat mijn arm echt zo in elkaar zit. Eén spier minder. Eén spier minder, maar ziet er van binnenuit, als ik zo doe, zo uit dus. Toch? Ja, dat klopt. Ja. En op het moment dat deze spier heeft de eigenschap dat hij korter kan worden... Ja. Er wordt daardoor met kleine stroompjes adem gestuurd vanuit de hersenen. En op het moment dat deze spier die hier zit korter wordt, trekt hij aan de pezen. En via de pezen aan de borten en de arm buigt. Zoals ik zeg maar ontspannen even demonstreer. Ja. En door te oefenen zeg maar, groeien die spieren. Als je dat vaak doet met een externe belasting, dus je neemt iets zwaars in je hand. En je doet lang genoeg en je doet het vaak genoeg. Ja. Dan worden die spieren, die passen zich aan. En die worden in dit geval dan dikker. Die worden groter en groter tot een bepaald maximum. Maar de vraag is natuurlijk, waar ligt dat maximum? Als je nou even hebt over een type als ik of als u, wij zijn een beetje van dezelfde lengte en bouw misschien. Wat zouden wij dan normaal moeten kunnen tillen, zeg maar? Nou, het gaat er... jij en ik zijn ongeveer van ons lichaamsgewicht is zo'n 40% bestaat uit spieren. Hè? Zeker. Zeker. Plus minus. Nou, als je ongetraind zijn, dan hangt het een beetje vanaf hoe handig je bent. Ja. Maar ik denk dat jij met jouw postuur ongeveer boven je hoofd, als we het daarover hebben, zo'n 40 kilo zou moeten kunnen tillen. Zo. Ja. Nou, dat is heel wat. Maar ik weet niet, je wilt dat eerst proberen? Of, nou, u wou nog iets aan toevoegen? Nou ja, kijk, als je gaat trainen, dan kan het natuurlijk oplopen tot veel... Dan kan het oplopen, precies. Nou gaan we even kijken waar wij toe in staat zijn, of ik eigenlijk. Hier ligt, ik heb het niet geoefend, ik heb het ook een beetje aan de rug. 35 kilo geloof ik dat het is. Nou zei ik al, we hebben een beetje dezelfde bouw. U wist niet dat het ging gebeuren. Maar dat is geen probleem. U willen vragen om dat even te laten zien. Je kan op twee manieren, dan heb ik het over gewichtheffen. Ik ben geen gewichtheffer. Je kan hem in één keer boven je hoofd brengen. Dat zie je ook wel een beetje, moet ik zeggen. Maar je kan ook stoten doen. Nou, wat ik zal doen, dat stoten ben ik minder bedreven in. Ik zal hem proberen in één keer van onderuit. Wow, ja. Dat is nog eens een dokter. Ja. Dat is een hele goede dokter. Ik ben van alle markten thuis. Maar, nou hebben we, dat blijkt inderdaad, dat is ook wel erg handig in dit programma. Nou hebben we nog een collegaatje, dat is collegaatje Wout. Die is weer wat sterker dan u, en ook sterker dan ik, want wij waren ongeveer hetzelfde. Hier is Wout. En hiervoor... Het gaat allemaal over de vraag van hoe sterk kan je nou uiteindelijk worden. Hallo Wout, fijn dat je er bent. Dit is wat jij meestal zeg maar als ontbijt neemt. De balken, de bel hiervoor. Wat zit er aan gewicht? Dit is 100 kilo. 100 kilo? 100 kilo. Magische grens. Is dat een magische grens? Ja, 100. En dat til jij dus 200, makkelijk op? Probeer ik. Nou, zouden we het even kunnen zien? Ja. Wow, hij doet het een paar keer ook. Dat is nu de vraag. Zien nu Wout het als wij doortrainen? Wat is het maximum wat je dan aan je eigen lichaamsgewicht, want dat is een beetje de vraag, zou kunnen tillen qua kracht? Nou, het allerbelangrijkste is, wij kunnen doortrainen tot we een ons wegen, om het zo maar even te zeggen. Ja. Genetische beperking, die bepaalt hoe sterk je uiteindelijk kan worden. Oh, oké. Okay. Het zit toch in de genen. Ja, dat is aanleg. Ja. En Wout is iemand met heel veel aanleg.
Voor de uitzending vertelde hij me dat hij twee broers heeft. Ja. En die zijn bijna net zo sterk als Wout. En dat zit dus echt in de genen. In de familie. Ja. Maar ervan uitgaande dat je de goede genen hebt, zeg maar. Moet je in staat zijn om zo ongeveer 2,5 keer je eigen lichaamsgewicht en voor boven je hoofd te tillen. Als je de wereldrecords kijkt, het gewicht heffen, hè, hebben we het dan over in de sport, bij de mannen van 100 kilo. Die techniek die ik toepaste, dus in één keer, dan kunnen ze twee keer hun lichaamsgewicht, dus dat is 200 kilo, boven hun hoofd brengen. En met andere techniek die Wout demonstreerde, kom je iets hoger uit. Ja. Dan breng je het eerst voor je borst en dan stoot je net daarna. Oké, dus dat is zeg maar het gezonde maximum. Dan heb ik nog een kleine demonstratie, dat is collegaatje Epke. Epke, ben je er ook nog? Daar komt Epke, dames en heren. Die kan ook iets waarvan ik denk van, hoe kan dat nou? Hi Epke, fijn dat je er bent. Zal ik even de jas aannemen? Is goed. Hoe oud was je ook weer, Epke, sinds je in de fabriek bent komen werken? 16. 16 jaar. De tafel is voor jou, let op, hè. Hopla. Mag ik even... Dokter, mag ik nou eens vragen? Nou, als Epke 16, en als je hem ziet, denk je niet meteen... Kunt u iets bukken, want we zitten daar. Ja, onderdoor, ja. Zijn het andere soort spieren die hij gebruikt nu? Nou, hij gebruikt zijn spieren vooral op een andere manier. Anders dan Wout. Want Wout, kun jij dat ook? Nee, jij moet jij maar vasthouden. Nee, absoluut. Kijk, dit is een kwestie van coördinatie. Hij gebruikt zijn spieren van zijn hele lichaam. Hij moet corrigeren constant. Want als hij niet constant een beetje corrigeert, dan valt hij voor of achterover van de tafel. Ja, je ziet hem ook maken? Een beetje heen en weer schudden. Dus het is niet een kwestie van kracht zozeer, maar vooral van coördinatie. Van coördinatie en behendigheid. Ja, dit zouden wij ook kunnen leren, dit. Dan gaan we bij Epke in de leer. Dankjewel, Epke. Kom maar naar beneden. Woe! Dankjewel. Dan moeten we ook even vertellen wie jij echt eigenlijk bent. Want jij bent 16 jaar en jij bent Nederlands kampioen voltige. Klopt dat? Ja, dat klopt. Hoeveel train jij per week? 25 uur. 25 uur? Ja. Nou goed, dat moet ook wel als je dit wilt kunnen. Dankjewel. Leuk dat je er was, Epke. Oh, daar gaat Epke weer. Nou, ik wil u hartelijk danken. De vraag is... loopt hij nog steeds ondersteboven? De vraag is eigenlijk beantwoord. Je kunt tot 2,5 keer je eigen gewicht... Hè, zo sterk zou je kunnen worden. De toekomst zal leren of er nog meer geteeld kan worden. Dank u wel voor een hele duidelijke uitleg. Dames en heren, de dokter. Merci, want ik moet naar Wout. Want Wout, als jij de jas even wil uitdoen, misschien... want u heeft hem misschien herkend, Wout... is ook de sterkste man van Nederland. En hij is hier niet voor niets. Wout Zijlstra, om volledig te zijn. Jij doet aan iets heel bijzonders steeds mee. Dat zijn de Highland Games in Schotland. Voor hele sterke mannen als jij. En jij bent onder andere specialist in Tossing de Keper. Tossing de Keper, juist. Oh, de Keper. Ja, godverdomme. Tossing de Keper. En wat is de Keper precies? Keper is een grote boomstam. Ja. En hij kan variëren van gewicht. Ja. Maar het is al honderden jaren in Schotland een traditie. Die boomstam moet over de kop gegooid worden. Okay. En dat is de sterkste die gooit hem recht over de kop. Het is echt een gigantische zware boom. En dan ligt hij zo ver mogelijk weg. Daar gaat het een beetje om. Ja. Ga jij hier. Maar er moeten een aantal mannen in de zaal even heel goed opletten nu. Ga jij een demonstratie geven met een redelijk kleine paal voor jou. Hij weegt een kilo of 60, geloof ik. Ja. En jij gaat laten zien hoe dat werkt. Gaat het een beetje, want jij hebt de paal vast. Ja, dat is makkelijk als die kant op de grond ligt. Jij moet hem in je eentje oppakken, dat is wel moeilijk op zich. En dan ga je tot een streep, hè, en vanaf daar gooien. Juist. En dan gaat het om hoe ver die ligt. Nou, eens even, dames en heren, hij gaat onze Wout zelfs een demonstratie geven. De cameramensen, maar vooral ook de mensen op de Instagram, even oppassen dat als hij de verkeerde kant op valt, dat hij niet op u valt. Dan moet hij even heel snel zijn. Moeten we stil zijn of... Nee, hoeft niet echt hoor. Ik doe het heel voorzichtig natuurlijk. Zo ben ik. Oké. Hij is aan jou. 60 kilo. Denk in je vingers. Die is de halve studio door. En dat schepen, dat hoort erbij, hè? Ja. Dat is een soort ontlading. Tuurlijk, dat is wat ontlading, hè? Ik heb me voorstellen. Ongelooflijk hoe ver je hem weggooit.
Nou, zijn er natuurlijk mannen in de zaal, die heb je altijd. Die hebben we ook, ook bij de AVRO zijn ze. Die denken, kan ik ook. Maar dat zal een beetje tegenvallen. Nou gaan we het volgende doen. Ik zoek twee teams van twee mannen. Die hoeven elkaar niet te kennen. Die kunnen in de finale komen als ze het goed doen. Ik zoek een beetje leuke, gezellige mensen. Weet je, die niet... Nee? Ja, ik zijn leuke, gezellige mensen. Maar nee hoor, nee, grapje. Ja, jonge man in... of meneer... nee, u kijkt nu om. In dat witte shirtje. Kom maar naar beneden. Je gaat in team 1. Ja, meneer hier zit ook in team 1. Als jullie aan deze kant willen gaan staan. Kom maar jongens, kom maar. Als jullie aan deze kant staan. Nou, ze hebben ieder een team. Jullie moeten samen met z'n tweeën. De paal die we voor jullie hebben weegt 50 kilo, dus ietsje lichter. Zo ver mogelijk gooien. Het gaat erom wie krijgt de paal het verst. Ja? Maar je mag niet op geen manier van bij de streep komen. Ben je gedisqualificeerd. Je moet even goed nadenken hoe je dat doet. Want als je één voor gaat staan, kan je niet zoveel doen. Snap je? En ik ga meten welke van jullie twee boomstammen het verst ligt. Ja. Okay. Is dat duidelijk? Ja. Ja? Oké, okay. Jullie gaan als eerste. Denk je aan je tenen dan? Ja, ik hoop het. Oké, okay. Het gaat om wie krijgt hem zo ver mogelijk eroverheen. Hè? Ja, het lijkt een beetje aanwijzen. Advies aan. Hij moet hem ook even. Okay. Iets omhoog houden, kan ik hem dadelijk ja, denk ook aan splinters. Ja, daar komt hij. En moedig ze aan, hè, ze gaan. 1, 2. Ja, go! Nou... Nou, ja, zwaar hè? Ja, is het? Ja. Nou, als dan jullie heren, ga je gang, als je er klaar voor bent. Ja. Ja? Ja. Ja, 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 kom maar. Ja, 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 jongens, kom maar mee, ja. Kijk even, kom maar. Het is heel ver gegooid, absoluut. Het is een heel stuk verder, wat vind jij ervan, Wout? Perfect, perfecte worp. Ja, ik schrik ervan, nieuw talent. Hè. Mag ik jullie feliciteren? En dat betekent dat jullie straks terugzien in de finale. De hokjes komen aangereikt. Jullie mogen terug. We zetten jullie in de hokjes. En Wout. Een applaus voor Wout Zijlstra. I'll be back.